De Almeerse Parlami Joshi is een groot liefhebber van de Indiase keuken. En dat blijkt ook wel, want ze is bezig een kookboek te maken. De Bijbel van de Indiase keuken. Ja, ze is druk bezig met de voorbereidingen en kan de hulp van onze luisteraars goed gebruiken. Parlami, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij met de Indiase keuken? Ik kom uit India en ik woon hier voor 3,5 jaar. En ik kook alles van India. Soms samosa, pakora, butter chicken. Alles. Eigenlijk alles. Hoe komt dat? Is dat er met de paplepel ingegeven? Komt dat door je ouders of familie? Ik heb meestal van mijn moeder en mijn schoonmoeder geleerd. Ik ben niet een chef-kok van een kokopleiding gedaan, maar ik ben een hobby-passionist kok. Maar kook je altijd India's? Nee hoor, ik kook ook stampot met rookworst. Oh, dat is heel, ja, dat is natuurlijk weer heel wat anders. Hey, wij kunnen ons dat natuurlijk nauwelijks voorstellen, Parlami, maar India is een enorm groot land, zeker in vergelijking met Nederland, met ook verschillende soorten keukens natuurlijk. Hè? Als we het hebben over de Indiase keuken, waar jij een bijbel van samenstelt, over welke keuken hebben we het dan eigenlijk? Nou, die effort is dat ik moet alles van India in één kookboek doen. Volgens mij, dit is niet mogelijk in één boek. Ik denk dat het is de eerste deel van die 10 kookboek. Want dat is een hele goede uitdaging voor ik. Maar nu die boek komt met recepten van Noord, Oost, West, Zuid, Centraal en Noordoost koken. Ja, ik zit altijd te denken aan de curry's. Maar er zijn er ook duizenden van natuurlijk. 10.000 of zo. Ja. Je hebt inmiddels al heel wat recepten verzameld. Maar je wil graag horen van onze luisteraars wat zij in het kookboek willen hebben. Ja, kraak. Ik heb bijna 100 recepten gemaakt, getest. Maar ik wil graag van de luisteraars weten wat wil zij in de boek hebben. Wat is de liefste Indiase karakter voor iedereen? Maar dan heb je het over luisteraars ook met een Indiase achtergrond. Of mag het ook zijn als je gewoon een keer in een Indiaas restaurant heel lekker hebt gegeten? Ja, alles is mogelijk. Ja. Als je vindt mango lassi lekker, zeg ik dat. Zeg, als jij wat kenmerken voor ons zou moeten geven van de Indiase keuken, waar kunnen we die aan herkennen? Wat zou je dan zeggen? Sorry, ik snap je niet wel. Nou, wat is typisch voor de Indiase keuken? De typisch is meestal, wij eten altijd. Hè? Wij van ochtend tot avond, wij eten altijd. Dus wij beginnen met iets hartig ontbijt. En dan de tussendoortjes zijn ook meestal krokant, gefrituurd. Lunch is met broodjes, rijst, dal en curry. Yeah. En avond ook met chai. We hebben heel veel krokante dingen. En in de avond diner, avond lunch is ook met heel veel rijst en broodje en curry. Ja, dat is wel opvallend inderdaad wat je zegt, want dat kan ik me nog herinneren. De 's ochtends hele hartige dingen bij het ontbijt, hè? Dat kennen wij helemaal niet op die manier. Is dat lekker? Ja. Ik kan niet een smoothie bowl elke dag doen. Nou woon ik in Nederland en ik kan niet elke dag hartig eten, want dat is niet goed voor de weer ook. Maar ik meestal eet hartig op de weekend, want dat is zo lekker. Ja, heb je daar wel zin in zo'n ochtends vroeg? Ja. Oh. Ja, ik vind het ook wel lekker hoor. Ja. Is het eigenlijk heel moeilijk om India's te koken? In Nederland, volgens mij, alle ingrediënten is mogelijk om te vinden. Maar het is niet een moeilijk koken, maar met heel veel ingrediënten. De lijst van de ingrediënten zijn heel groot.
Maar als je koopt één keer, kan je die ingrediënt voor 2 of 3 jaar gebruiken. Okay. Nou, meeste mensen vinden dat moeilijk. Maar volgens mij is, ja, één keer je moet naar de Indiase of de Aziatische toko gaan. En dan heb je alles. Je zei al in het begin van de Nederlandse keuken eet je ook wel eens. Kook je ook wel eens. Wat vind jij het lekkerst aan de Nederlandse keuken? Bitterballen. Mijn allerliefste. Met mosterd sauce. Ja. Dan vind ik ook, wat is het, de... Ja, frietjes, of course. Frietjes met curry mayonaise. Altijd. En ik vind ook stamppot erwtensoep lekker. En wat vind je het lekkerst aan de Indiase keuken? Wat is jouw favoriete Indiase gerecht? Voor ik vind altijd simpel gerecht best. Dus ik maak heel veel keer khichdi of dal. Dat is een soort van soep met rijst. Ik kom uit Oost-India, dus ik eet rijst 2 of 3 keer in een dag. Oeh. Maar maar als ik woon in India, 3 keer in dag is rijst voor ons. Ja, krijg je er nooit genoeg van? Nee. Ja, wij hebben geen concept van een brood in Oost-India. Alles is met rijst. Ja. Zoals wij hier de aardappels hebben natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, we moeten nog even van je weten. Hè? Als mensen dus inderdaad een recept hebben wat ze graag bij jou in het kookboek willen terugzien. Waar kunnen ze dat dan doorgeven? Ik heb mijn website genoemd als spicetrip.nl. Ja. En daar zij kunnen mijn e-mailadres vinden. Het is heel makkelijk. info@spicetrip.nl. Zij kunnen altijd mij e-mailen of volg mij op Facebook of Instagram. Zij kunnen daar ook mijn personal bericht sturen. En dan, dat is de beste manier om te zeggen welke recepten. Ja, dus het handigste is even kijken op spicetrip.nl. En wanneer moet het boek klaar zijn eigenlijk? De boek komt uit in april. 21. En ik moet alle recepten bij december getest en geschreven. De fotografie begint in januari. Maar ik moet hebben alle recepten bij december. Ja, ja, dus even opschieten allemaal. Want dan kan jij het nog nakoken en op de foto zetten. Ontzettend bedankt. Ja. Succes met het kookboek, Paulami Yoshi. En nou ja, als het uitkomt, gaan we nog een keer in gesprek. Dankjewel. Fijne dag jullie.